Jo steen je nou gewoon met die kunstgas kerels in de hand. Maar eens vind je dat gevaarlijk voor jouw been, hè? Ja, maar goed, iemand dat doe ik dat oedroer. Maar zolang het natuurlijk net bekend is wat de consequenties binnen, dan kun je inderdaad wel zeggen van ja, je moet er wel voorzichtig mee wat je ermee doet. Zodat er bij een voetbal in nemen, dus net zo bord in de hand, maar liefst, mensen, bjatjes er ook wel eens mee. En wat gebeurt er dan? En van derde week zijn een jongen de jeugd, maar je sowieso net meer op voetbal. Totdat het bekend is of er wat met de hand is of net. Maar voor bijgelijks rubber tegels bij boetestuntjes binnen warme volle strenger als bij het rubber in kunstgasvelden. Nevens de toxicoloog in het NOS-journaal wordt er dus maar 12 maten metten. Dit is ten opzichte van de recent afgesproken EU-norm voor consumentenproducten aanzienlijk te hoog. Wat die man zei dat dat zo is, ja, dan is het eigenlijk wel vreemd dat we nu op eerst 2 normen of 3 normen misschien gaan werken een veld om van wat. En van wie kent het net? Ja, het is een wetenschapper en ik ben geen wetenschapper. Maar ik vind het verstandig dat hij zijn gedachten, zijn bevindingen, terugjouwt aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En die komen tweede helft van december met eindconclusies en dan kunnen ze zijn gedachten erbij beloeken. Bij VV Boetenpost zitten ze maar smart te wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek. Want dat de ban net op het kunstgas maaien, had een soort consequenties. Nou ja, dat ze maar in plaats van 2 keer trainen kennen, sommige ploegjes maar 1 keer. En dat ze net met de kunstjes trainen kennen, maar dat ze het nooit met het muzare trainingsveld. Koolen erin en er bijna geen gas erop, de bal stuit alle kanten op. Ja, dat is natuurlijk geen pretje. En er mag maar meer ploegjes op een PFJ-kant meter. Nou ja, dat valt net af. Maar goed, dat is even net oors.